zwaar. Ik ben jou al bijna weer vergeten. Dat schoenmaat jouw verjaardag, ik zou ze niet meer weten. Weten, de handschoenen die je aanhaalt, toen je me zoende beneden bij de deur. De wonderlijke woorden die je sprak. Zo smerig, soms durf ik dit niet te vertellen, namelijk als ik voel dat ik voor een deftig publiek sta. Maar nu dus wel, zelfs heel breedvoerig. Omdat er ook wel iets van aan is, dames en heren, is afwezig. Ik zeg altijd afwezig, want als je hier aanwezig bent, dan ben je op een ander ook altijd afwezig. Eigenlijk ben je dus meer afwezig dan aanwezig. Een beetje smerig. Sommige vrouwen willen zo erg een relatie, dat ze soms wel eens een orgasme faken. Dat wil zeggen doen alsof. Van het Latijn vaker, doen alsof. Dus sommige vrouwen willen zo erg een relatie, dat ze soms wel eens een orgasme faken. Sommige mannen willen zo erg een orgasme, dat ze soms wel eens een relatie faken. Ongeveer hetzelfde, maar dan helemaal andersom. Een vrouw die dronken is, daar doe je mee wat je wil. Een man die dronken is, daar wil je niks mee doen. En met dit bekende advies op zak kwam een tijdje geleden Vivaldi Mertens, mijn goede vriend, manager, weer naar me toe. En die zegt, Victor Glorieux, dit is toch eigenlijk wel kreetachtig. Want jij, omdat je die karren niet durft te pakken, jij krijgt het warm en koud tegelijkertijd. Warm van buiten, koud van binnen. Maar, zegt Vivaldi Mertens, net zo goed, ook omdat je er niet durft te pakken, is het mogelijk dat die karren het even goed daarom warm en koud en vochtig en droog tegelijk krijgt. Warm van binnen, koud van buiten, droog van boven, vochtig van onder. En met dit advies dan weer op zak gebeurde er vorige zomer, niet de voorbij, maar de daarvorige zomer, het nefastste van het nefastste dat mij ooit is overkomen. Ik was bij me thuis in de Notlarenlaan door het raam aan het kijken. En dat hebben jullie goed gehoord, de Notlarenlaan. Want ik woon nog altijd in hetzelfde appartementje als waar mijn vader ook altijd gewoond heeft. En waar hij zelfs gestorven is. Zelfs ligt hij er nog altijd. Maar hij ligt in de keuken en daar kom ik bijna nooit. Alleen als ik naar de microwave moet voor een pizza Hawaii, komen we elkaar nog eens tegen. En ik zal niet zeggen, hij ziet er nog altijd goed uit. Dat mag ik niet zeggen. Maar ik mag wel zeggen, hij ziet er nog altijd precies hetzelfde uit. Omdat hij ligt met zijn kop in het vriesvak. Stond ik dus in de Notlarenlaan door het venster te kijken naar de kippen die daar rondwandelen. Want dat kan Lut, want je bent me vanmorgen komen ophalen, bevestigen. In de Notlarenlaan, daarom is dat zo'n mooie straat, daar lopen de kippen van onze buurman. Die lopen er nog altijd vrij rond. Hè? Omdat mensen kunnen die kippen niet pakken. Wel, je kan die kippen wel pakken, maar mensen durven die kippen niet pakken. Want het zijn hele grote kippen. Dus zonder poten, zo groot. Wel, eigenlijk zijn dat struisvogels, maar dat durft niemand tegen die buurman gaan vertellen. Hè. Die was zo fier op zijn kippen. Was ik door het venster aan het kijken en volledig onverwacht, wat er gebeurt alles nooit, komt dus mijn nieuwe vriendin, 4 jaar zijn we samen, komt Carla Bluekens in mijn appartement naar binnen gewandeld met, dames en heren, volstrekt geen kleren aan. Tenminste, ze droeg wel een jurk, maar dan helemaal vleeskleurig. Gelukkig een visgraadmotief. Gelukkig, want ik dacht echt van, is dat vergevorderde cellulitis? Dat is dus visgraadmotief huidskleur. En dat is uitzonderlijk, want meestal zelfs in de zomer draagt Carla Bluekens altijd bontjassen. En dat brengt ons bij de ingewikkeldste gedachte van de hele avond.
reden waarom we meer vrevel schijnen gewaar te worden jegens bontjassen dan jegens slangenleer. Is ook maar omdat het zoveel gemakkelijker is om een protestactie op poten te zetten tegen een vereenzaamde grootmoeder dan tegen een bende helse ezels. Daar mogen jullie ook voor applaudisseren. En omdat het zo warm was, dat moet ik nog eens even vertellen. Omdat het zo warm was, die Carla Bleukes, die trapt de schoenen uit. En die gaat dus op zo'n overdreven, erotische manier in het venster geleund staan. En dus dan moet je toegeven, als er iemand bij hem binnenkomt en die gaat zo tegen het venster staan. En dan kan je, Morgan, als je dat ziet, en dan kan je niet anders dan van alles bij voegen. Maar ik moet aan jou niet vragen. En weet je wat nu het ding is? Carla Bleukes is nooit echt mooi. Maar ze beantwoordt wel helemaal aan mijn goesting. Zo erg dat als ik door haar word opgetelefoneerd, ik durf die telefoon niet te beantwoorden zonder eerst naar de badkamer te rennen om mijn tanden te poetsen en mijn haar in een zijstreep te leggen. Dat ik zo nerveus van haar word. Maar nu, omdat het zo warm was, was ze een beetje onwelriekend. En normaal gezien als Carla iets binnenvalt, dat is een en al jasmijn, dat is een en al vanille, dat is een en al fibrijze. Maar een fibrijze van een goede soort. Maar nu omdat ze zo aan het zweten was geweest, ze stond ook voor rode vlokken, ze verspreidde een lucht. Eigenlijk nog het beste te vergelijken met die geur die je hebt als je zo een blik tonijn openschroeft. Die eerste lucht die dan loskomt. Zo. Extra erg omdat tonijn wordt met uitsterven bedreigd. Maar het mooie was, daarom was ik nu ook minder bang van haar. Dus ik dacht samen met mijn grootste fan Elvis Presley, it's now or never. Now must I this chance taken. Dus wat is er dan gebeurd? Ik zie die film nog elke dag. Hè. Dus ik spring haar in een tijgersprong tegemoet. En die Carla Bleukes, die schrikt zich een aap. Het is trouwens een heel slecht idee als iemand jou een tijgersprong tegemoet springt om je dan uitgerekend een aap te schrikken. Want tijgers lussen graag aan. Dat heb ik zelf wel eens gezien in de dierentuin, maar dan na 6 uur. Dus ik ga dat vertellen tegen de wacht. Ik zeg, er is een tijger die aap aan het opeten, want na 6 uur is dat niet zo erg. En dus binnen het half uur heb ik die Carla Bleukes in een wurggreep op de vloer. En dus met één hand omknel ik haar schouder. Met nog een andere hand omknel ik haar poep. Met nog een andere hand, want ik heb op dat moment natuurlijk heel veel handen, omknel ik haar billen. Ik vond ook dat ze wel heel veel billen had. Dat bleef zo blubberen. En dan ben ik op een ogenblik met mijn handen, moet ik eerlijk zeggen, tussen haar benen in beginnen vroeten. En op dat moment moet die Carla Bleukes hebben beseft van, die Victor Glorieux, die heeft bijbedoelingen. En dat is ook zo, want als ik nog dichter op haar had moeten liggen, dan had ik dwars door de heen moeten grijpen. Dan had ik dus met mijn gezicht op de ballatum liggen. Op de planche, op de tapuplein. Want ik heb dus thuis op een tapuplein ballatum, daar overheen planche. Goed voor de akoestiek. Dus op dat moment had ik alleen al met haar voetzolen overal de ramen kunnen inzeemen met Mr. Proper of met Wit Express. Had ik kunnen doen. Maar wat is het probleem een beetje? Van aard ben ik een beetje een twijfelaar. En of ik echt een twijfelaar ben, dat is eigenlijk nooit bewezen. Daar moet ik dus nog eens over nadenken. Maar misschien zou het kunnen dat ik eventueel een twijfelaar ben. Dus ik besef tegen mezelf van kijk, misschien wil die Carla wel, maar denkt ze dat ze niet wil. En een vrouw die denkt die wel wil, maar denkt dat ze niet wil. Ik zou zeggen, het is eigenlijk nog erger dan een vrouw die gewoon niet wil. Want een vrouw die gewoon niet wil, die weet wat ze wil, namelijk gewoon niet. Terwijl een vrouw die wel wil, maar denkt dat ze niet wil, niet alleen niet weet wat ze denkt te willen over wat ze nog niet wil, maar ook nog niet weet over wat ze wil, dat ze het niet zou willen als ze het wel wist. En van die twijfel heeft ze dan misbruik gemaakt, heeft ze de schoenen terug aangedaan en dan is ze langs met ijzeren latten betimmerde trappen weggewandeld. En dan heb ik haar dus een half jaar niet meer kunnen spreken, behalve 3 keer per dag op de antwoordapparaat. Met als voordeel dat ik ze me eindelijk eens liet uitspreken. Maar ze zei niks terug, dus waarom noem ze dat een antwoordapparaat? En ik herinner me nog, want ik laat mijn eigen niet doen, terwijl dat ze dan wegliep, herinner ik me nog, deed ik het Victor Glorieux gebaar. Het is een klein gebaar, maar het is wel heel belangrijk iets. Het Victor Glorieux gebaar, dat gaat eigenlijk als volgt. Dus, kijk, ik zal het nog een keer voor. En dus je zit aan tafel, de mensen willen niet naar je luisteren, terwijl je het belangrijkste zeggen hebt op de duur zeggen. Omdat het bijna kerstmis is, zullen we daar ook eens even op oefenen. Dat vind ik toch mooi. Dus je neemt je rechterhand, een heel klein beetje zalig, kan dat. Mensen die geen rechterhand hebben, mogen weer hun linkerhand nemen. Ja,
dan doe je dit. Dus het moet van in de pols komen. Eigenlijk moet je denken dat je een washandje hebt dat je Scrabble aan het spelen bent. En je denkt, ik wil nu de Y hebben. Ja, jij doet het heel goed. Hè. Heel, kijk, zij doet het goed voor. Hè. Goed voor. Ja. Ja, die daarachter, jij bent eigenlijk meer naar je eigen tetten aan het maken. Dat is eigenlijk niet van spontaan. Hè. Ja, en dan kijk je naar links, dan ga je met die handen omhoog, dan kijk je naar rechts. Eigenlijk alsof je gaat oversteken. En dan... Ja, dat, jullie doen dat niet duidelijk genoeg. Die richting, kijk, doe jij het eens even voor. Ja. Kijk, zijn, ja. Want er juist was het beter, hè. Dat is omdat de mensen allemaal kijken. Dat is dus het Victor Glorieux gebaar. Doe er licht maar uit, Tim, want het valt eigenlijk een beetje tegen. Dus dan ben ik in een depressie verzeild geraakt. Ben ik dus wekenlang in mijn eentje geweest. Ik dacht, ik laat me niet kissen, dus ik ben dan wel buiten blijven komen. Dan ging ik naar de bioscoop, dan ging ik naar de cinema, dan ging ik naar de film. Dus ik ben blijven gaan. Dacht, ik laat me niet kissen, dan ben ik naar Bobbejaanland geweest. In mijn eentje, naar Bellewaerde. Wel, in Bellewaerde ben ik zelfs 6 weken aan een stuk geweest. Dat moest wel, want ik had me eigenlijk dan een nieuwe GSM aangeschaft. En ik kreeg daarbij gratis 6 weken Bellewaerde.